Dagteksten voor donderdag 2 juni 2022. De Heere heeft ons er gedacht. Hij zal zegenen. Psalm 115, vers 2. De Heere heeft ons er gedacht. Hij zal zegenen. Psalm 115, vers 12. Het leerwoord is gehaald uit 1 Korinthe 4, vers 7. Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? 1 Korinthe 4, vers 7. Onze hemelse Vader, onze vriend, redder, u die zegenend rondgaat, Heer, en ons beschermt, en ons houdt in de palm van uw hand, en ons alle liefde en alle rijkdom wil geven, als wij ons tot u richten, als wij uw Zoon aannemen, als onze Heer en Heiland. Dank u, Vader, dat wij zo tot u mogen komen, wetende dat wij nergens anders een Heer en een Heiland zullen vinden als onze lieve Heer en Heiland, barmhartige, nederige vriend, Vader, Herder. Vader, zo komen wij tot u vanmorgen om u te bedanken, niet alleen voor de nieuwe dag, maar alles wat u de afgelopen periode voor ons gedaan heeft. Vergeef ons, Heer, als wij steeds zo ontrouw zijn. U blijft altijd dezelfde. En daarom willen wij komen voor uw troon van genade, meenemend onze geliefden. Een ieder die wij tegenkomen, een ieder die een rol speelt in ons leven. Het geeft niet, Heer, of wij die fijn of niet fijn vinden. We leggen het voor uw troon van genade en we komen ook met hen. En als wij u vragen ons te vergeven, Heer, dan is het niet meer dan onze plicht om ook hen te vergeven. En alles af te leggen wat u kan hinderen om binnen te komen bij ons. Om in onze harten plaats te nemen, omdat u alles aan ons schenkt. Omdat u ons zegent, overvloedig zegent. En dat willen wij verkondigen aan een ieder die wij ook voor u brengen, de zieken, de bedroefden, degenen die door heel wat opschuddingen gaan, degenen die onrechtvaardig behandeld worden, maar we brengen ook de rechtvaardigen voor u. Ook een ieder die tracht om uw wil te doen, o Heer, dat wij het voorbeeld mogen zijn voor anderen, dat zij aangeraakt worden door u, omdat zij merken dat wij een God dienen die zo liefdevol, zo hartelijk en barmhartig is, die het beste wil van zijn kinderen. Ook de senioren burgers, ook de kinderen, de wezen, de weduwen en ieder, Vader, de achtergestelden. We brengen ze allemaal voor u en samen vragen wij u om ons te zegenen. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.